En sowieso proficiat met het burgemeesterschap. Hè? Dankjewel. En, was dat al een beetje gewoon? Ik heb een beetje uw dossier gelezen. En een man van vele als graficus begonnen. En dan dat heb je nu een job. Als binnenvaartbegeleider. Dat is toch twee volstrekt andere zaken. Ja, maar drie volstrekt andere zaken. Toch is er een link, hè? Ik weet dus, het niet. Dus het offsetprocedé, het trucprocedé, bestaat uit water en inkt. Nee. Ik heb de inkt weggegooid en ik heb het water gehouden. Ah, zo. En denk ook geen evidente gemeentebrakel na het orakel? Brakel na het orakel, toch niet wel. Zo even? Ja, super evident. Ja? Is gemakkelijk. Bij freewheeling. Ah ja, oké. Ja, toch wel. Dus het is eigenlijk maar een deeltijds emplooi, het burgemeesterschap? Ik combineer het, hè. En dat is geen probleem. En je voelt de hand van de man niet meer boven alles hangen? Ik heb dat nooit gevoeld. Oké. En hij is van dezelfde politieke signatuur. Ja, dat klopt. Wie ben je altijd aan het fotograferen? De nieuwe burgemeester van Brakel. Ja, en is het een beetje een fotogeniek? Het is een natuurtalent. Jij zit hier om iedere burgemeester te fotograferen vandaag. Wat ga je ermee doen? Aan jullie geven. Nee, we hebben een soort van een beetje statieportret en dan een gewone foto op een witte achtergrond. En de burgemeester is met sjerp en een opgezette duif en een boek en aanverwante zaken in een achtergrond. Die opgezette duif? De Heilige Geest. De Heilige Geest die altijd in de burgemeesters moet komen om, denk ik. Dat is heel duidelijk. Ik ga je laten verder werken. Jan, Matthijs. En je mag eens recht staan ook een keer achter de... En zijn ook een wagenfanaticus een beetje? En motto's? Ja, ik ben... ik hou van oldtimers. Van al wat oud is. Oké. Mechanisch dan, hè. Ja. Als het gaat over vrouwelijk schoon, mag dat iets jonger zijn. Maar ook niet te jong. Nee. Oké. Belangrijk, hè. Ja, en moet een keer zoiets iets zeer statisch en waardig. Ken je iets knoger? Zo. Ja, nee, toch iets klaar, Pieter? Ja, zo. Huppla, en één hand op de stoel? De stoel. En de andere, ja, zo. Is goed, hè? En wat zijn uw ambities voor de volgende legislatuur? Heel veel, hè. We kijken uit naar een nieuw gemeentehuis, een nieuw zwembad. Ah. Heel wat nieuwe infrastructuur, maar vooral ook wegen en trottoirs en noem maar op. En je hebt, wat is het ooit, 355 lichtpunten verwijderd? Meer, 530. En waarom? Niemand laat in zijn slaapkamer ook licht branden. Dat is de visie erachter, waar geen huizen staan, geen verlichting. Dus om ecologische redenen? Ja, of dat is het. Of omdat het ons van de maan niet zo zei van, kijk, geen rest brakel. Nee, de ecologische voetafdruk verminderen. Ah, oké. En ook de gelden die we recupereren naar rato van 30.000 euro jaarlijks investeren wij terug in nieuwe verlichting. Ah, oké. Op plaats waar het wel nodig is. Ja, zo is het. Fantastisch, dank u wel. Goed. Je ziet er heel bijzonder goed uit. Je hebt dat ook gedaan, hè? Ja. Oké, ongelooflijk bedankt. Oké, super.